De 19e eeuw is grofweg te verdelen in romantiek en realisme. In deze presentatie zullen we kijken naar het opkomende realisme in de beeldende kunst. Allereerst een kijkje in het kunstklimaat in Parijs in de 19e eeuw. Je ziet de litho Vernissage au Salon van Perra. Op deze litho zie je de vernissage van de Salon de Paris. Een vernissage is hier de avond voor de officiële opening. Vernissage betekent letterlijk vernissen. Dat is het laatste wat de schilder doet als zijn schilderij af is. Hij brengt een beschermende vernislaag aan. Op deze litho zie je ook werkelijk schilders die nog laatste correcties aanbrengen of aan het vernissen zijn. Ook zijn er al gelukkigen die de tentoonstelling mogen bekijken voor de officiële opening. Opvallend is verder hoe men de zaal vol hing met schilderijen. Van plafond tot vloer was de hele muur bedekt met alfabetisch gerangschikte schilderijen. Wat was de Salon de Paris? Vanaf Lodewijk XIV was kwaliteit in de beeldende kunst en wetenschap een zaak van de staatsacademies, door hem opgericht. Deze academies hadden als doel niveauhandhaving en regelgeving. Ook werden er lessen gegeven. De Académie des Beaux-Arts waren verantwoordelijk voor de kunsten en organiseerden jaarlijks in de Salon Carré van het Louvre een grote overzichtstentoonstelling van nieuwe werken. Die tentoonstellingen waren een gebeurtenis. De kunst was niet langer alleen voor de kerk en de hoven. De bourgeoisie was de nieuwe doelgroep geworden. Burgers kwamen met tienduizenden kijken. De kaartjes waren namelijk laag geprijsd en het openbaar vervoer was een stuk beter, zodat iedereen ook kon komen. Voor een kunstenaar was het erg belangrijk dat zijn werk een plek in de salon kreeg. Maar of dat zo was, werd bepaald door een jury die nogal conservatief was en de neoclassieke academische traditie als maatstaf hanteerde. Een salonhit uit die tijd was bijvoorbeeld de geboorte van Venus van de nu relatief onbekende Alexandre Cabanel, een schilderij dat geheel aan de neoclassicistische normen voldoet. Het woord vernissage bestaat nog steeds, maar tegenwoordig is het een feestelijke opening van een tentoonstelling in museum of galerie. Het ruikt daar al lang niet meer naar vernis, maar naar alcohol, snacks en parfum. Barbizon is een klein plaatsje vlak onder Parijs, waar een groep kunstenaars ging wonen die zich afkeerden van de stad en de vredige natuur en boerenlui wilden schilderen. Grote voorbeelden voor hen, de Engelse romanticus Constable en de Hollandse landschapsschilders van de 17e eeuw. Een van de leden van de school van Barbizon was Jean-François Millet. Zijn beroemde schilderij, de Arendleesters, hing in de Salon de Paris in 1857 en deed veel stof opwaaien. Hoewel we nog duidelijk de fraaie romantische landschappen met ondergaande zon zien, wordt de aandacht toch getrokken door de drie zwoegende boerinnen. De tegenstelling natuur en arbeiders wordt nog vergroot door het contrast tussen het warme avondlicht op de achtergrond van het schilderij en de schaduw op de voorgrond. In de zonnige verte zien we de landheer op zijn paard. Het maakt de zware arbeid van de vrouwen des te schrijnender. De vrouwen zijn overigens aren aan het lezen. Dat is het verzamelen van na de oogst overgebleven korenresten. Zwaar werk, te zien aan de houding, de kleding, de grote en verweerde handen. Niets wordt mooier afgebeeld dan het is. Ook de rode en blauwe hoofddoeken vallen op. Een scherp contrast met de gouden gloed van het landschap. Samen met de witte kleding van de middelste vrouw ontstaan de kleuren van de Franse vlag, rood, blauw en wit. Maakt Millet hier een links statement in de onrustige 19e eeuw? De meningen over het schilderij en vooral over het onderwerp waren in ieder geval verdeeld. De Republikeinen prezen de waardige en realistische uitbeelding van het leven op het platteland, terwijl de conservatieven huiverden voor de progressieve en mogelijk gezagsondermijnende ideeën van Millet.
Een collega van Millet, Gustave Courbet, zou deze nieuwe manier van schilderen realisme gaan noemen. Hij wil niet langer de neoclassicistische mythologische figuren, maar normale mensen schilderen. Een beroemde uitspraak van hem: ik heb nog nooit een engel geschilderd, omdat ik er nog nooit eentje gezien heb. Toen in 1855 drie van zijn 14 werken werden geweigerd door de salonjury, trok hij met veel misbaar al zijn werken terug en opende een eigen tentoonstelling in een loods in Parijs. Deze loods noemde hij de Salon van het Realisme. Hier hingen schilderijen met realistische onderwerpen, somberder kleuren en minder aandacht voor details. Hier zie je een schilderij dat een schandaal veroorzaakte. Het atelier is een politiek en artistiek manifest. Courbet zet de kunstopvattingen van de academie te kijk door een realistisch onderwerp, namelijk zijn eigen atelier, uit te beelden in de grootste stijl en met de grote omvang die eerder alleen was voorbehouden aan historiestukken. Wat valt er zoal te zien op dit schilderij? De groep rechts zijn herkenbare vrienden van Courbet. Vrienden, medewerkers, liefhebbers van de kunst. De groep personen links zijn mensen uit het dagelijks leven. Alle rangen en standen, rijk en arm, priester naast koopman, jager naast bedelaar. Met een beetje fantasie zie je keizer Napoleon III als stroper. In het midden de schilder zelf. Geflankeerd door een vrouwelijk model als muze. Een kat en een kind. Een statement. Niet de almachtige kenners staan in het schilderij centraal, maar een naakte vrouw en een klein kind. Verder zie je op dit schilderij verwijzingen naar verschillende genres. Het vrouwelijk naakt, landschapsschilderingen, zelfportret, stilleven en zelfs de kruisiging. Maar het was toch vooral het enorme formaat. Het schilderij is 3,5 bij 6 meter dat voor opschudding zorgde. Ook Édouard Manet probeerde in 1863 de Salon de Paris te behalen, maar werd afgewezen. Omdat er in dat jaar zoveel afwijzingen waren, van de 5000 werken werden er 3000 afgewezen, moest zelfs de keizer zich ermee gaan bemoeien. Het oordeel van keizer Napoleon III: de afgewezen kunstwerken krijgen een plaats op de Salon de Refusé, Salon van de Geweigerden. Het publiek kwam daar vooral naartoe om te lachen. Het schilderij Le Déjeuner sur l'Herbe zorgde voor opschudding. Het schandaal had zowel betrekking op de voorstelling als op de vormgeving. Wat betreft de voorstelling: de positionering van de figuren is overduidelijk een verwijzing naar Het Oordeel van Paris van Renaissance meester Raphaël. Alleen zitten er nu geen mythologische figuren, maar twee geklede heren en een naakte vrouw in de natuur. Vulgair. En het ergste is, de vrouw schaamt zich niet eens, maar kijkt ons uitdagend aan. Wat betreft de vormgeving, men vindt het werk te ongedetailleerd, de toets te stevig. Verder is het naakt te vlak en te weinig plastisch, is het kleurcontrast te groot en kloppen de verhoudingen tussen voor- en achtergrond niet. Manet werd wel zeer bewonderd door collega Claude Monet. Monet gaat nog een stap verder. Het gaat bij hem niet meer om het onderwerp, maar om het kijken op zich. Een objectieve registratie van het licht en het tafereel op dat ene moment. Wat het oog opvalt, moet worden geschilderd. Zelf naar buiten, en plein air en als een fotograaf momenten vastleggen. Qua voorstelling, alledaagse onderwerpen. Qua vormgeving, snelle penseelstreken, geen tijd voor details, vaak een grove, snelle toets. In 1874 wordt onder andere zijn werk tentoongesteld in het atelier van een Parijse fotograaf. Critici noemen het werk spottend impressionistisch. Het zijn slechts indrukken. De naam wordt dankbaar geadopteerd.
De grootste verzameling impressionistische schilderijen kun je gaan zien in het Parijse Musée d'Orsay. Dit museum aan de Seine werd tussen 1980 en 1986 verbouwd van een station tot een schitterend museum.